Yo mensen van Generalismo, welkom bij deze nieuwe video. En vandaag ga ik de More Explosions mod reviewen. Dat is gewoon een hele vette mod. Gewoon als je een beetje van TNT houdt, dan is dit de ideale mod voor jou. Je doet het heel veel in 1.5.2, maar je hebt hem zeker voor 1.6.4. En zo ziet hij eruit, zoals je ziet. Dit is niet normale Minecraft. Maar hier heb je allemaal dingen die je normaal niet ziet. En laten we gelijk beginnen met de CC4 Explosion. We doen het even hier en we pakken natuurlijk even... we pakken deze. En kijk wat deze gaat doen. Dit is een hele vette mod. Ik weet niet precies wat deze doet, maar... Ja, dit is gewoon een hele kleine knal. Nou, niet heel erg bijzonder. En laten we nu, die doen we wat laatst. We gaan even een timebom gaan we plaatsen. We nemen deze en deze en deze. Neem ook even deze en deze mee. En deze. Wij hoeven hem zometeen niet meer te pakken. Nou, laten we even tijd 10 seconden. Nou, dan gaat hij zometeen aftellen. En dan gaan wij even lekker hier in het water staan. En kijken wat hij gaat doen. Ben benieuwd. Ja, nou gelijk heel ding weg. Dan heb je nou zo'n krater. En dat is natuurlijk gewoon heel erg fancy. Dat is natuurlijk gewoon leuk. Maar dit is natuurlijk niet één. Deze knal valt natuurlijk nog wel mee. We gaan nu even. We gaan gelijk even dit plaatsen. Even gelijk even wat van deze dingen. En laten we hem aansteken. Dan gaan we even lekker aan de overkant staan. En even kijken wat ze gaan doen. Ja, zoals je ziet, ze gaan zich vermenigvuldigen, zeg maar. Ze splitsen zich. Oké, nu heeft het niet heel veel nut, want... Oh, ja, zie je, dan krijg je dit. Lol. Ja, en dan heb je dus weer gewoon zo'n krater. Ja, nu kan je een beetje zien hoe machtig en sterk dit is. We hebben ook natuurlijk de lavabom. Spreek voor zich, ik denk dat je al weet wat het is. Het is gewoon een lavabom. Natuurlijk gewoon leuk. Ja, nou, dan krijg je dit. Je hebt ook de tunnel explosie. Dus dan maakt hij een tunnel als het goed is. Moet je hem heel goed plaatsen. En dan kijken wat hij gaat doen. Ondertussen... dan gaan we gewoon even kijken wat hij gaat doen. Ja, hij maakt gewoon keurig gewoon een lijn. Dus gewoon... Maak gewoon bijvoorbeeld even dit. Nou, dan gaat hij weer dat gebeuren doen. En ja, hij maakt een mooie tunnel. Wat ook een hele leuke is eigenlijk gewoon een landmijn. Dus je loopt gewoon la 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 en dan opeens, ja, krijg je dit. Dus als je gewoon bijvoorbeeld even een mijnenveld maakt, ja, dan gebeurt er dat. Nu komt één van de allergrootste en vind ik toch wel tofste. Ik hoop niet op een computer crasht, maar de nuclear mod. Ik plaats er ook maar één, want hij is super groot. We gaan even hier staan. Want dit is echt een hele zware mod. Tenminste, ja, hij een hele zware TNT. Die duurt ook heel lang voordat hij afgaat. Oh, daar gaat hij. Hij lagt, dat is logisch. Hij is heel zwaar. Even kijken. Ja, nou, dan zie je een beetje hoe groot dit is. Hoppakee, we gaan even naar beneden toe. Dan gaat hij, het laden is natuurlijk, duurt gewoon heel erg lang. Omdat dit gewoon een groot krater, laat ik het zo zeggen. Maar ja, dit is dus van één bom laat staan als je er 5 neerzet. Wat je dus eigenlijk ook niet moet doen. En het gaat dus helemaal tot bed op deze mod. En het is gewoon echt super vet. Echt gewoon heel cool. En we zijn natuurlijk nog lang niet klaar. We hebben natuurlijk nog heel veel mods. En dan gaan we even kijken. Even naar beneden scrollen, dan krijgen we hier allemaal gebeuren. Ja, hier, ik doe dit even weg. Hoppakee, allemaal eruit. We nemen even een bazooka en we nemen zometeen even wat andere shizzle. We nemen ook gelijk even een zwarte, we nemen een groene en een rode. En deze gaan we ook even doen en deze. En we nemen een raket mee. Ik weet nog niet helemaal precies hoe deze af moeten, maar dat zien we zo wel. Ik weet waarschijnlijk al wat je nodig hebt. Maar dit is een granaat, een groot rookgranaat. En die vallen nu even naar beneden. Kijk, en je ziet het, allemaal groene rook. Hoe vet is dat? Overal komt groene rook en nu komt er ook zwart. Wat natuurlijk gewoon heel vet is.
Ja, nou, zo ziet dat er dus uit. Er komt er zwart doorheen. Het ziet er dus ook gewoon... Ja, zo gaat het eruit zien. Dan, oh, hij glitst hem. Hier. En dan gaat hij heel fancy... Gaat hij... Ah. We zien het weer niet. Bedankt. Hoe cool dit eruit ziet. Maar nu gaat het misschien wel zien. Hoe die... Kijk, hij gaat heel raar. Gaat hij... Ja, echt lol. Nou, dat is dus één. Ik heb ook de flare. Ik weet, ja, de flare. Heel apart. Ik weet ook niet wat je er heel erg aan hebt, maar het is gewoon lol. Ik weet nog niet wat ik hiermee kan. Maar dat zien we misschien zo wel. Even kijken of we hier... Ja, deze kunnen we neerzetten. We moeten even kijken wat de coördinaat is. Ze vroegen om een E-coördinaat en X volgens mij. E doen we gewoon... Doen we gewoon even 3000. Nee, doen we 3000. En doen we de Z doen we gewoon eventjes op 500. Kijken of hij dat doet. Nee, dat doet hij niet. Ja, oké, dan gaan we zo wel even fixen. Dan kijk ik er even naar. Laat me zitten. Doei. We hebben dus hier ook de bezoeker. En hebben heel veel iets leuks voor nodig. We pakken even deze. Dat vind ik toch wel een van de leukste. Dan gaan we gewoon even lekker dit doen. La 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 la. Dan gaan we even het hele bos opblazen hier. Want dat is wel nodig. Want het is gewoon een lelijk bos. Hoppakee. Overal even wat zooi knallen. Dus wat nodig. Het bos mag allemaal weg. Nou, zie je. Wow, het lijkt een beetje. Het gaat allemaal. Laten lekker om exploderen. Yo mensen, ben weer terug. Ondertussen is het nog heel veel door met het explosie gebeuren. Maar het bos is nu dus even mooi weg. Dat was wel heel erg nodig. En ja, we gaan ook nog gelijk heel veel iets anders pakken. We gaan gelijk even een... kijken. Als het goed is zijn er ook waterbommen. Dat weet ik niet zeker, want dat heb ik wel zo gehoord. Kijk wat het is, een waterbom. Kijken of dat leuk wordt. Maar die kunnen we niet doen. En dan doen we het gewoon zo, joh. La la lol everybody. Zo. So, nou, ik vind deze niet heel erg. Of gewoon de TNT. Kijk hoe dat gaat. Nee, die saai. Oké, we gaan gewoon even iets anders pakken. Want er is gewoon heel veel vette shit. Ja, we moeten die raket even gaan lanceren. Alleen ik weet niet hoe. Dus ja, misschien met dit ding. Oh nee, nee. Nee, laat. Dat was gewoon bullshit. Ik ga even kijken voor jullie hoe we dat gaan doen. En ja, tot zo.